Ik zeg maar Ruud, hè? Ja. Ben ik Ruud. Ja, maar kan je wat vertellen over hoe je je nu voelt? Na al die jaren dat je dan toch verdiept in een andere persoon, is het moeilijk soms om dus voor mijzelf uit te maken wie ik, wie van de twee ik dan ben. Soms dan denk ik, nou, ik ben vandaag gewoon, gaan we de stad eten met mijn vrouw, ik ga als Ruud. En dan zit ik toch weer broodgrapjes te maken. Ik zit gewoon een beetje vast. Het leek zo'n goed idee. Herman Brood kreeg ruim 2 jaar geleden een dochtertje, Lola. Zijn carrière zat in het slop en liever besteedde hij tijd aan schilderen en zijn gezin dan te werken aan zijn comeback. Koos van Dijk, de manager van Herman Brood, kwam Ruud Rozemeijer tegen. Hij was onmiddellijk getroffen door de gelijkenis tussen Herman en Ruud. Dat bracht Koos van Dijk tot een ongebruikelijk plan. Ruud Rozemeijer zou Herman Broods plaats in kunnen nemen. Ruud Rozemeijer zou de stand-in worden van Herman Brood. Ja, tuurlijk. Dat is eigenlijk een soort stand-in Herman Brood natuurlijk. Hè? Die dan, toen Herman heel veel andere carrières dus had, en nog steeds heeft trouwens, maar te druk voor deze dingen had. Ja, die dan Herman Brood speelde eigenlijk. Hele aardige man. Je lijkt erg veel op Herman Brood. Heb je daar, heb je allerlei Herman Brood, specifiek Herman Brood eigenschappen over moeten nemen? Natuurlijk altijd het moeilijkste gedeelte geweest. Van die specifieke brooddingetjes, weet je. Hij hield me, dat moet ik zeggen, zeer goed op de hoogte. Midden in de nacht belde Herman mij op. Deze wending neemt het, weet je, of het laatste nieuws is opgepakt voor pedofilie in België. Of hij had altijd wel wat. En heel belangrijk is altijd dus, dat hij met die ogen zo omhoog rollen. Dat hij dus niet de interviewer aankijkt. Alsof die soort van zit weg te dromen, weet ik wat. Want aankijken, dat vindt hij dus het intiemste wat er is. Brood zat in een persoonlijkheidscrisis. Hij belde me op en zei, Ruud, ik kan mijn eigen kop niet meer zien op de televisie. En wat ik vertel in de krant, en de muziek die ik maak, het komt een strot uit. Kun je iets overnemen? En in eerste instantie vond ik het een heel goed plan. Dus de interviews wil ik doen. De meisjes natuurlijk. En desnoods een hit schrijven. Maar ik heb gelijk gezegd, ik ga je niet imiteren op het gebied van spuiten en zuipen. Maar toen wist ik nog niet eens van het vaderschap, hoor. Dat ik dat ook nog erachteraan kwam. Dat was natuurlijk helemaal... dat was voor mij echt een moeilijk punt. Dit hele... Die babyaffaire. Dat had ik een heel andere brood dan eigenlijk oorspronkelijk bedoeld. Ja, jij bedoelt, jij moest ineens ook met Lola opstappen. Ja, ja. Ik met Lola in een bakkie door de stad fietsen. Want dat was wel een beetje moeilijk, hoor. Ik heb het natuurlijk wel gedaan. Hij heeft natuurlijk nu geproefd aan de roem. En nou wil hij niet terug. Dat is het feit. Dus ik bedoel, daar zitten wij dus nu even mee. Hij deed elke dag, speelde Herman Brood. En hij voelt zich nu Herman Brood. En nu Herman Brood dus echt weer beroemd is en terug is. En hoor je het ook weer in het vak back. Weet je wel? Ja, dan nou is hij dus echt... Wil hij niet meer terug, zal ik maar zeggen. Ik wil naar Zuid-Amerika. Ik wil in één klap over veel geld beschikken. Mijn koffer staat klaar. Ik neem een paar pepperen. In een telefooncel bel ik een taxibedrijf. Ik bestel een taxi. De chauffeur moest bij de Huppeldepupbank naar binnen gaan en vragen naar de heer Van Dijk. Ik dacht aan Dick Van Dijk. Herman, ik heb gehoord dat jij helemaal geen muziek meer maakt, maar alleen maar schildert. Ja, nou, het is waarschijnlijk uitgelekt al hoe het in elkaar zit. Rozemeijer is dus doorgeslagen en... Nou ja, dan kunnen we de vrijheid over spreken. Dus je erkent dat het zo is? Ja, god, hij overdrijft. Maar inderdaad, hij heeft wel eens een uitreiking gedaan. En
en op de, in de popmuziek doet hij wel eens iets voor me. Maar maak je dus nu echt geen muziek meer? Nou, ik heb de draad weer een beetje opgepakt, omdat hij kon het alleen niet meer bolwerken na het succes van Yada Yada ook. Dus, Hij had het te druk met dit, met vaderschap, schilderen, dichten. Hij wou niks met me. Muziek kwam de slot uit. Dus, nou, laat mij dan ook een plaat maken, weet je. Nou, prima, het was allemaal prima. Ik kan er een kruik. En nou is het een succesvolle plaat en je moet iets zelf weer doen. Dus. Maar als ik het goed begrijp, is Yada Yada dus geheel gemaakt door Ruud Rozenmeijer. Wat dacht je dan dat brood met George Kooijmans in zee zou gaan? Dat is. Toen hij dat hoorde, dus hij begreep. Hij zegt, nou jongen, nou ga je echt te missen, want dat is de concurrentie en die, die haak je in de pan. Ja, het ligt toch een beetje moeilijk nu met Ruud. Wat vind je er nu van dat het zomaar naar buiten is gebracht? Ik bedoel, het is toch heel opzienbarend? Ja, je zou denken, nou het is een ontzettende ramp voor mij, maar ik kan me dat niet permitteren om daar dus echt van wakker te liggen. En ik wens Ruud Rozenmeijer alle succes toe. Ja, nu heb ik het succes, nu verkoop ik goed. En dan moet Brood zelf dus weer. Dat vind ik gewoon. En ik? Moet ik dan? Ja, het is even sneu gewoon. Ik moet even serieus met hem praten en zeggen: Ruud, jongen. Snap je toch wel? Begrijp je toch wel? Herman is nu zelf in de bak, toch? Ik ga door gewoon. Als Ruud Rozenmeijer. Maar dan wel de oude Brood. Hoe bedoel je de oude Brood? Zoals die was. Niet met het. Met baby's en het, gewoon. Rock'n'roll Brood. In Amerika is er sinds kort een bedrijf dat een dagelijks